Welkom terug bij meester Frank Visser doet de uitspraak. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek gezien dat beide mannen geen centimeter naar elkaar toe bewegen. En dat ze allebei toch wel licht eigenwijs en koppig zijn. De grote vraag is natuurlijk, heeft Frits inderdaad stiekem lopen knoeien aan het huis van Appie? En heeft hij daarmee Appies woning misschien wel beschadigd? Of was het inderdaad allemaal goed bedoeld? En moet Frits juist heel erg blij zijn met deze vriendelijke buurman die hem altijd uit de brand helpt? De deskundigen hebben hun werk goed gedaan. Meester Visser is de hoogte ingegaan, heeft zelf ook alles goed bekeken. Ik ben heel erg benieuwd naar alle bevindingen. Die gaan we nu horen, want het is tijd voor de hoorzitting. En die vindt plaats in dit hotel. Nou, ik kan alleen maar hopen dat ik het win. Dat is het enige wat ik wil. Dat ik niet teleurgesteld naar huis ga. Ik ben vrij rustig, maar pas op. Ik bedoel, want met mijn bloed heb ik al een paar keer gekookt. Voor alles wat hij in mijn schoenen schuift. Voor me goed doen, hè? Onthoud het goed. Welkom, we zijn hier in Osaan. Aan de orde is de zaak tussen meneer Frits tegen meneer Appie. Vanavond bijgestaan door zijn echtgenote. Uw verhaal is dat u niet meer van huis durft, omdat u bang bent dat de buurman dan aan uw huis gaat klussen. Dat is precies exact. En dat is 20 jaar geleden begonnen. Als hij wat aan mijn dak doet, dan zou ik iedere keer als ik boodschappen gedaan heb, had ik mijn dak opgemoet en had ik moeten controleren wat hij allemaal gedaan heeft. Nou, als u weet wat hij daar gedaan heeft, u houdt het niet voor mogelijk. Nou ja, wat ik heb gezien is dat hij een extra afvoerpijpje heeft gemaakt bij de goot voor. Nee, maar die heb er altijd al gezeten. Ik heb 15 jaar gezeten, zonder lekkage. Maar daar wordt niks over gezegd. Ja, want uw eis is nu dat weggaat, hè? Ja, weg ermee. Maar heeft u geen afvoer? En een nieuwe goot maken. Geen afvoer, nee. Dan wordt die muur weer zo lekker vochtig. Weet je wel? Uit het nietje. Nou, ik ben niet te beroerd om een nieuwe goot te laten maken. Je bent maar het moet wel door een erkend iemand gebeuren. Ja, natuurlijk. Dat zou ik ook doen. En niet met gaten gaan boren. Och, levens. Een noodoplossing. Een noodoplossing. Gaten in mijn goot boren. Ja. Nou, dat 15 jaar geen dat noem ik geen noodoplossing. Dit is tot de ruimte kolder. Ik bedoel, dit ding, wat iedereen weet, heb ik. De buren hebben er nog gezien dat ik dat aan het doen was. Ik bedoel, dat pijpje gemaakt, zat keurig al, maar nu zit het net of het half gesloopt is. Want hij heeft met een bezemsteel in zitten te rotsen. Ik bedoel, maar dat is ook niet waar. Nee, is niet waar. Nee. Nou, dat is wel waar. Dat heb jij gezien zeker, hè? Ja, ik heb het zelf toen ook gezien. Toen woonde je er niet eens. Maar mag ik even vragen wie u bent, mevrouw? Ik ben de buurvrouw van Appie. En wat heeft u gezien dan? Het was deze zomer niet, maar die zomer daarvoor. Ja. Stond hij met zijn ladder, stond hij met een stok of weet ik iets, een lang voorwerp in die pijp zo. Ik heb wel gekeken of het lek was, maar het... Nou, je stond zelf met de stok erin. Ja, laat maar zitten. Het is niet zo. Ik heb wel die stok gebruikt om erin te gaan, om te kijken, maar ik heb er niet in zitten rammen. Hoe komt ze erbij? Nou ja, u bent met die stok erin geweest. Ja. Oké, daar zijn we het dan over eens. Onze deskundige, ingenieur Borg. Hallo. De goot. Wat moeten we ermee met die goot? De goot van Frits die is echt zwaar aan vervanging toe. Maar de goot zelf is aan de achterzijde, dus aan de gevelzijde, al te laag ten opzichte van de voorzijde. Dus zodra die een klein beetje vol loopt, loopt het er aan de achterkant en aan de zijkant al overheen. Hij heeft die goot voor me gemaakt. Wanneer dan? Nou, dat is al een paar jaar geleden. Ja, helemaal niet waar, hoor. Die oude goot is zeker 40 jaar oud, denk ik. 40 jaar oud is die goot? Nou, Frits, ik heb medelijden met je. Eerlijk waar, want ik wil die ruzie niet. Maar wat je mij al mee mijn schoenen schuift, het is te gek voor woorden. Ja, nu we het toch bezig zijn, toen hij moeilijk ging doen, toen heeft u die nieuwe noodoplossing heeft u dichtgesmeerd aan een stukje, of niet? Dat heb ik gedaan, ja, want ik was gezeik zat en ik denk, jij wilde geen water, je wou geen water binnen, nou, zou je water binnen hebben. Dus toen dacht ik bij mij, nou, hij is gelukkig niet thuis, plak ik even een dingetje erin. En zo gaat het iedere keer door. Toen bent u wel aan zijn huis geweest. Ja, dat klopt ook. En ik geef het ook eerlijk toe. Oké. Okay. Dan gaan we naar de goot aan de achterkant. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Heeft hij tegen mijn zijkant van mijn huis gemaakt. En hij heeft die lat die van boven naar beneden loopt, heeft hij voor een gedeelte afgezaagd. Heeft u een stukje van zijn lat afgezaagd? Het zou best kunnen. Het is 20 jaar geleden. Is dat zo lang geleden? Dat zegt hij. Ja, hij zegt het niet. Maar waar hebben we het dan over? Waar hebben we het dan over als iets 20 jaar geleden is gebeurd? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Had ik ook niet moeten doen, maar jij wil vrede houden. En nu komen we op het onderwerp wat u na aan het hart ligt. De schoorsteen. Ja. En die zit met beugels vast aan de gevel van Frits. Dat we die muur
aangesmeerd hebben, hebben we meteen die schoorsteen. Dat ziet het allemaal netjes uit. En het is goed. En daar hebben we ook nooit last van gehad. Totdat op een dacht hij bij zeggen: God, ik heb weer wat gevonden. Ik ga. Nou, en s'ochtends. En toen is dat tumult ook ontstaan. Ja. Op zich staat die schoorsteen goed op zijn dak. Tegen mijn gevel. En wat wilt u dan nu? Ik wil dat hij hem eraf haalt. Nou, hij mag een schoorsteen op zijn dak, dus dan zou hij een sleuf moeten gaan slijpen. Juist, precies. Nou, dat moet hij dan maar doen. Nee, en ik wil dat u als rechter zijn en een mens met een goede bril op, dat het gewoon zo blijft. Want dat zit al jaren, maar op een manier weer een fobie. Jezus, man, waar heb je het over? Iets wat al jaren zit. Ja, meneer Borges, stel dat die schoorsteen los moet van de gevel. Dan, ja, dan moet je een sleuf gaan. Ja, dan haal je alleen maar meer ellende op je hals, denk ik. Ik zou het zo laten zitten, zoals het nu zit. Ja. Het is voor u ook niet makkelijk. Hè? U hoeft geen medelijden met mij te hebben. Kant, aan wie kant en wat moet je ermee? Ja, en dan komen we misschien wel toe aan het belangrijkste in deze zaak. Want dan zegt u, die schoorsteen die moet weg. En u zit koffie te drinken, zittend in de deuropening. Ja. Buurman Appie komt voorbij en hij begint over die schoorsteen. Meteen begint hij te blazen. Ja. En zonder dat ik daar opeen, ik ga achteruit, kraak ineens voor mekaar, dat ik denk bij mij, God, ik was al ziedend van die schoorsteen. Ja. Dat ik dacht bij mij, Jezus, nou, en toen is het fout gegaan. Ja, hij begon mij te meppen. Ja, ja, natuurlijk, dus, ook weer zo leugen. Dat is dus serieus zo. Maar op zichzelf vind ik het toch wel interessant om te vernemen wie nu de eerste klap heeft uitgedeeld. U zegt dat hij het was. Ja, nee, ja, en beslist u dan maar wie. Ja, hallo. Ja, dat weet u ook niet. Moet ik een muntje opgooien? Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel, er is niemand bij geweest. En ik bedoel, ja, te van mij en nee, te van hem. Ik bedoel, dat blijft boven aan het bakkeleien. En hij. Maar mijn bril was in doormidden. Ja, daar krijg je ervan. Ja. Mijn bril stond ook zo. Ja. Pas op. Ja, makkelijk zo. Ik hoor hem niet, hoor. Ik blijf van mijn bril af. Hij heeft mij aangevallen. Ja. In mijn eigen huis. Ja. En dat is nogal wat. Ja. En ik ben naar de politie geweest en die heeft het allemaal genoteerd. Drie auto's voor de deur van mij en in de boeien te slaan. Is dat zo? De drie auto's met sirene. Nou, het leek wel een overval. Heb ik daar een hele dag voor lul in de politiebureau gezeten. Maar ik bedoel, en zo zitten we hier nou de hele avond al te praten. Geef u uitslag dat u zegt, zo is het en zo wil ik het hebben. En klaar, dan kennen we een huis, dan kennen we een bed. Dat lijkt me een goed idee. Ja? Dan schors ik nu de zitting. Ik trek mij terug en dan zal ik u zeggen waar het op staat en dan gaan we naar huis. Dat is mooi. Dat is klare taal. Zo is het. Tot straks. Tot straks. Ik wil gewoon rustig een weekendje weg kunnen gaan zonder dat er wat gebeurt. En als er wat gedaan moet worden, dat hij me dat even vraagt. Door bepaalde dingen krijg ik conflicten. Nou, die hij mij in mijn schoenen schuift, terwijl ik gewoon de goede trouw ben. Frits, hoe is het gegaan? Ik denk niet dat het de goede kant op gaat. Nee, waarom denk je dat? Nou ja, omdat die app de leuke jongen wil uithangen. Ja, maar dat kan meester Visser goed scheiden, hè? Ja? Weet je dat zeker? Ja, meester Visser is rechter. Die is niet gevoelig voor grappige mensen. Ja, nou, dat jullie bang voor te zijn, geloof ik. Wat denk je dat meester Visser gaat beslissen? Nou, ik denk dat het niet ongunstig voor ons uitvalt. Maar er zitten altijd. Je hebt er wel vertrouwen in. Ja. Maar er zitten altijd hiaatjes dat je denkt, ja, daar heb ik niet aan gedacht. Dames en heren, na een lange emotionele dag. Hoe kun je het zeggen? Is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. Hey. En naast de al dan niet illegale klusprojecten van Appie, is het vooral de vraag ook, wie heeft nou volgens meester Visser die eerste klap uitgedeeld tijdens die ruzie? Hij is in ieder geval degene die de laatste klap vanavond uitdeelt. Oh, ik wil iedereen vragen om voor zover mogelijk te gaan staan, want hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van Frits tegen Appie. Voldoende aannemelijk is geworden dat er door Appie aan of rondom de woning van Frits verrichte werkzaamheden op verzoek, althans met al dan niet stilzwijgende instemming van Frits, zijn verricht. Ik kan gewoon niet geloven dat Appie dat allemaal heeft gedaan zonder dat Frits dat wist. Dat neemt niet weg dat Frits daarop kennelijk nu geen prijs meer stelt. Daarom zal ik Appie verbieden om voortaan nog werkzaamheden te verrichten aan de woning van Frits.
Maar dat was u toch al niet van plan, denk ik. Heb ik niet gedaan ook. Het nieuwe dak van Appie. Dat is al heel lang geleden door hem vernieuwd. En daarbij zijn ook nieuwe goten gemaakt. Voor zover daarbij is aangehecht aan het bestaande dak of de gevel van Frits, is dat technisch zo goed uitgevoerd dat Frits daar geen last van kan ondervinden. En dat geldt ook voor die schoorsteen. Ook hier geldt dat het technisch allemaal perfect is uitgevoerd en dat hij dat nooit eerder zou hebben opgemerkt. Sorry, maar dat vind ik volstrekt ongeloofwaardig. Afbraak of verwijdering is dan in redelijkheid ook niet aan de orde. Wel moet Frits daar binnen 3 maanden een eigen regenpijp maken en de huidige noodafvoer verwijderen. En dan, als slotakkoord, misschien wel het allerbelangrijkste, die vechtpartij. Achteraf is niet meer precies vast te stellen of Frits ook heeft geslagen of als eerste heeft geslagen of helemaal niet. Er zijn geen getuigen, althans, die hebben zich niet gemeld. Zodat overblijft dat wel bewezen is dat Frits door Appie is geslagen. En dat betekent dat Frits inderdaad recht heeft op smartengeld. Rekening houdend met het feit dat Appie aan een dag heeft vastgezeten op het politiebureau en zich waarschijnlijk ook nog strafrechtelijk moet verantwoorden, zal ik dat smartengeld naar redelijkheid en billijkheid vaststellen op €250. Die moet u dus aan Frits betalen. Dat is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou, Appie, een kleine felicitatie is wel op zijn plaats, want op alle technische fronten heeft meester Visser jou gelijk gegeven. Ja, met de uitslag kan ik wel tevreden wezen. Want ik bedoel, we hebben in principe niks fout gedaan. Alleen, ja, je had je handjes niet moeten laten wapperen. Ja, maar wapperen. Wie zegt wel wapperen, maar niet in het gezicht van de buurman. Ja, maar als jij eerst zo'n klap krijgt... Dan sla je terug. Zie je want wel. Kijk, met die uitslag ben ik het helemaal niet mee eens. Ophouden nou. Ja, precies. Maar die €250 die moet je dus gaan betalen. Ja, dan kun je met die lenen. En €100 voor mij er nog bij, dus dat wordt een dure klus. Frits, wat vind jij van de uitspraak? Het is een uitspraak. En daar moeten we het mee doen? Daar moeten we het mee doen. Ja. Ik wens jullie toch allebei, zolang jullie nog naast elkaar wonen, alle rust. Dat hoop ik, dat jullie allebei elkaar zullen respecteren. En de uitspraak van meester Visser. En dan wil ik u in de zaal bedanken voor uw komst. En nog een hele fijne avond. Dank u wel. Dankjewel. Dankjewel. Hartelijk bedankt en gefeliciteerd. Ja. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Het was me het zaakje wel, hè? Ja, zeker. Even afgezien van schuttingen, dakgoten en regenpijpen. Mm-hmm. Ik had het idee dat u de vechtpartij het belangrijkste vond. Dat is ook zo, Victor. Want weet je wat het is? Ruzie maken is één ding, maar handjes thuis. Ja, helemaal op die leeftijd. Precies. Ja. Zit u nou thuis te kijken en wilt u ook graag dat de buren de handjes thuis houden? Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zo is dat. Ja. Lekker naar huis. Heerlijk. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Nou, zag ik u zo op dat dak bezig vanavond? Ja. En u heeft dat baadje lekker laten staan? Ja. Het is bijna pakjesavond. Oh. Is het niet wat voor u? Als jij zorgt voor een paard zonder hoogtevrees, dan ga ik dat dak op. Het is de meester zeker die verdwaalt is zeker. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.